Hier lag vroeger de stadsschuitenmakerij vanaf 1664. En waar ik nu sta is aan de rand van een van de kades van de insteekhaven van die stadsschuitenmakerij. Op dit terrein bouwde de stad in de 17e eeuw haar eigen schepen die bedoeld waren voor onderhoud van de grachten. Dus voor het baggeren en om bouwmateriaal mee te vervoeren. Dit soort oude bouwterreinen zijn erg schaars gedocumenteerd en dus een interessante ontdekking volgens de stadsarcheoloog. Eigenlijk het enige wat we hebben is een paar platte gronden in het stadsarchief. Maar dat zijn maar lijntjes. En nu komen we de echte constructies tegen van de haven en van de oever en van de voorzieningen van die werf. Gaat het goed daar? Volgens de archeologen is Amsterdam vanwege de drassige ondergrond gebouwd op palen en op afval. Hoe dieper je graaft, hoe meer afval je tegenkomt. En dat afval is van onschatbare waarde voor archeologen. Hier bijvoorbeeld in mijn hand heb, is een bord uit Italië. Je ziet aan deze scherven hoe internationaal Amsterdam was. In mijn andere hand heb ik een stuk van een baardmankruik. Zo genoemd vanwege die baard, de gezicht met die baard erop. Komt uit Duitsland. Een tinnen lepel. Tabakspijpen. Echt een hele diversiteit aan gebruiksvoorwerpen die afkomstig zijn van de hele stad. En iets vertellen over datgene wat mensen in huis hadden. Ja, wat het spannende en ook het fascinerende van archeologie is, en daarom ben ik ook archeoloog en werk ik voor de stad Amsterdam, is omdat je met archeologie kom je oog in oog samen met het verleden. Je kan het verleden vastpakken, je kan het zelfs soms ruiken. En dat is een nieuwe dimensie van geschiedenis. De opgravingen duren nog tot eind dit jaar.